dames en heren, toch jullie kijken een nieuwe vlog. Mijn stem sloeg over kut, maar ja. Ja, ik ga vandaag leuke dingen doen. Weer een vlog. Tweede keer dat ik ga vloggen. Maar ja, ik vind het gewoon vooral leuk om even keer weer te doen. Tijger is er natuurlijk ook weer bij. Ik ook. En Ziggy natuurlijk. Ik ga een cake maken vandaag. In plaats van, dit zijn de ingrediënten. In ieder geval in plaats van, dit heb ik zelf toegevoegd. Ik doe in plaats van suiker, doe ik donkere bastardsuiker. Ja, laten we beginnen. Ik zet jullie even in die mooie standaard. Zie ik jullie zo. Deze kom ga ik nu suiker, zelfrijzend bakmeel. Ja, je moet meel en bloem en bakpoeder. Maar ik doe zelfrijzend bakmeel, dan kan je dus gewoon... Hetzelfde, je moet gewoon de gram bij elkaar optillen. En je doet het suiker. Dus hier ziet suiker. En het zout. Doe je nu even bij elkaar in het kom. En in mijn geval, ik weet niet of je dit ook bij wilt, doe je nu ook het cacao poeder erbij. Dus dat ga ik allemaal even doen, dus zie ik jullie zo. Dus nu moet je, heb ik dat allemaal bij elkaar gedaan. Nu moet je dat even door elkaar roeren. Oh, zo. Deze. Die klontjes van de suiker fijn stampen en het een beetje een mengseltje maken. Dat ga ik even doen. Dan heb je dit mengsel zo. Ja, het zou er, als je geen cacao zo erbij doet, ziet er iets anders uit. Ziet het wat lichter uit. Ga ik, nu moet je het natte spullen, dus de melk. Of niet de melk, de olie, zonnebloemolie, vanillearoma en natuurlijk nu wel de melk. Maakt niet echt uit welke melk. En het ei. Dus dan doe je zo. Zo. Wajo. Ik ga dit even schoonmaken en opnieuw doen. Tot zo. Zo, nu heb ik het ei er wel in. En nu moeten er nog die andere dingen in. Dat ga ik ook even doen. Dan heb je dit. Ziet er een beetje raar uit. Ja, dat komt dus. Ik wil het niet mengen nog. Dat ga ik nu even mengen. Zie ik jullie zo. Als je dat gedaan hebt, ziet het er ongeveer zo uit. Dit doe je er dan bij. En dat meng je dan op. Dan ziet het er zo uit. En dan pak je de vorm. Als je bakpapier erin hebt gedaan, zul je zien dat daar zo en daar zo natuurlijk geen bakpapier zit. Ga dan niet, ja, deze flappen die knip ik af zodra de cake erin zit. En zeg maar, wat je daar tegen doet is, daar op de stoel staat er nog wat, daar lag het. Voor de vorm. En dan pak je gewoon boter. En daar smeer je de rest even mee in. Dus dat ga ik nu ook even doen. Zie ik jullie zo. En dan doe je dit mengsel. In de. En dan zorg dat je het een beetje goed verdeelt over de vorm. En dat je een lepel bij je hebt. Kijk, zoals je ziet, niet alles gaat er zo heel makkelijk in. Dus dat moet je zo er nog even uitscheppen. Dat ga ik nu eens even doen, zie ik jullie zo. Nu verwarm je de oven voor op 180 graden. Zet je op hete lucht. Nou. Zoals het staat, 180. De tijd, nou, maakt niet zoveel uit. En dan wacht je tot bij ons, tot dat balkje helemaal tot daar is. Dus daar gaan we even op wachten. Yo, dames en heren. Tot jullie nog steeds kijken naar de vlog. Ik ga dus nu even, omdat mijn shirt een beetje vies is geworden. En vooral inderdaad. Ga ik even
boven een andere aantrekken. Want ik vind dat gewoon niet fijn en niet echt lekker zitten als hij nat is. En gewoon, ja, kan je wel zeggen dat het raar is of zo, maar even kijken, ik heb hier mijn shirt liggen. Zie ik jullie zo, ga ik even een ander shirt aan doen.